Ik ben vandaag in het Kuierenbos, want we gaan helpen met de paddentrek. Ze zijn al druk achter mij aan de slag. De eerste padden, de eerste kikkers en zelfs de eerste salamander van dit jaar is alweer overgezet. Dit proberen we natuurlijk te voorkomen en daarom gaan we direct naar de uitleg richting de weg waar de kikkers, padden en salamanders al op ons wachten om naar de overkant van de weg te worden gezet. Het was bewolkt, ongeveer 10 graden en het had een klein beetje gemiezerd. Dat zijn perfecte omstandigheden voor amfibieën om richting hun voorplantingswateren te gaan. Dit is het scherm. Hier komen de amfibieën aan. Die komen hier vanaf deze kant, vanuit het bos. En die lopen hier richting het scherm. En het scherm houdt ze eigenlijk tegen, zodat ze niet daar worden aangereden. En uiteindelijk volgen ze het scherm en komen ze in zo'n potje terecht. Nou, er zit ook een stokje in voor de muizen die er per ongeluk invallen. Dan kunnen die er weer uitkomen. En deze is al geleegd, maar we gaan gauw kijken wat zij allemaal hebben gevonden. Wat hebben jullie gevonden? Allemaal kikkers. Kijk. 7 kikkers, waarvan er denk ik 5 hier uitkomen. Hey, ook een kleine watersalamander. Ja, is dat in het vork? Nog een kikker. Kijk, hier hebben we een kikkerpaardje in Amplexus. Het mannetje zit op het vrouwtje. Ja, ik heb hier een dubbele kikker. En die lift eigenlijk gewoon mee totdat ze bij het water zijn. Ja. Dus ik snap het mannetje wel. Ja. En op deze manier wil je de dieren natuurlijk niet terugzetten. Wat je wil is dat je de emmer gewoon een klein beetje draait, zodat die dieren er zelf uit kunnen lopen en eventueel pak je ze met de hand om ze eruit te zetten als ze daar zelf nog geen zin in hebben. En wat belangrijk is, je laat ze zelf kiezen of ze gelijk het water in willen of dat ze daar nog even mee willen wachten. En met zo'n mooi muziekje eronder geeft dat denk ik best leuke beelden. It's a beautiful day. The sun. Now. Oh yeah. Hier zie je niet alleen het resultaat van gisteren, maar ook het resultaat tot nu toe. En wij hebben vandaag nog eens 224 dieren overgezet. Heel erg goed gedaan door de junior rangers van het IVN. En tot de volgende video.